ben Filip, ik ben 52 jaar en nu een drietal jaar single. Ik ben 12 jaar samen geweest met Jeff, mijn man. We hebben heel veel plezier gehad samen, maar jammer genoeg de laatste tijd meer en meer ruzie. En na veel vijven en zessen hebben we dan toch maar besloten om er een punt achter te zetten en ieder zijn weg te gaan. En ook al is het al 3 jaar, ik blijf het raar vinden om alleen op stap te gaan of terug te daten. Want in de periode dat ik samen met Jeff was, heb ik op een enkele keer na enkel met hem seks gehad. Daarvoor heb ik wel wat rondgevlinderd. Ik vond het vroeger toch makkelijker. Je stak een condoom op zak en wilde je neuken, dan gebruikte je dat condoom. Punt aan de lijn. Nu krijg je meer en meer te maken met online profielen waar wordt aangegeven dat ze net geen condoom willen gebruiken. En ook in sauna's lopen de kerels je gewoon voorbij als je erop aandringt om een condoom te gebruiken. En soms kom je te weten waarom. De ene zegt dat hij dan PrEP gebruikt of HIV niet detecteerbaar is en daardoor niet besmettelijk. Maar ik blijf er dan toch moeilijk mee hebben. Ik vond het vroeger toch eenvoudiger. Je had één probaat middel tegen SOAS, een condoom, punt. Aan de andere kant, ik moet natuurlijk toegeven dat er heel veel voordelen aan PrEP verbonden zijn. En ik moet dus eindelijk werk maken om een goed gesprek te hebben met mijn huisarts om te zien dat het ook voor mij is aangewezen. Een bedenking die iedere homo met een actief seksleven zou moeten maken. Ik denk wel dat ik die extra bescherming zou kunnen gebruiken. En leer ik terug iemand kennen, dan moeten we op dat moment zien wat het beste is voor ons.